Vanuit Safety Security Campus hebben wij vanuit Miner de vraag gekregen om een robotplatform te ontwikkelen dat de staat is autonoom te kunnen volgen. Dit om dienders van overheidsinstanties te ontlasten in hun taak, waardoor ze geen materieel zelf hoeven te dragen en een maximale weerbaarheid kunnen waarborgen. Uiteindelijk hebben wij na onze vraag een ontwerp bedacht en zijn we eigenlijk snel gekomen op een product dat multisensoreel is. Denk hierbij aan zintuigen die zichzelf kunnen afvangen wanneer je bijvoorbeeld blind wordt, heb je nog altijd je tast en je gehoor om te navigeren. En uiteindelijk wat we hebben gerealiseerd is een robotplatform dat in staat is om autonoom een persoon te volgen. Wat we geleerd hebben is op een hele andere manier werken. Dit project was vooral feature driven. Dit betekent dat we zoveel mogelijk functionaliteiten eruit moesten pompen. Maar met de hedendaagse maatschappij is dit heel lastig, omdat onderdelen heel moeilijk te krijgen zijn. Dus eigenlijk vooral geleerd om snel te schakelen binnen dit project. Ja, als opdrachtgever ben ik enorm tevreden met het samenwerken met de Hogeschool Avans, met de Techniekclub, om nieuwe dingen te leren waar wij zelf nog niet geen ervaring mee hebben. En zij komen met een heel mooi resultaat waar we voor kunnen beduren. En je ziet ook dat de volgende groep studenten meteen weer aan de slag gaat, omdat er nog veel te leren is.